Oei, dat gaat niet helemaal goed daar. Bijna de helft van alle Nederlanders viert deze zomer vakantie in eigen land. Populair daarbij zijn dagjes op het water. Dat brengt dus veel extra drukte met zich mee en daarom heeft de Rijkswaterstaat extra stewards ingezet. Nou, wij namen een kijkje hier in Nijkerk bij de sluis. Ja. Ja, nog een paar meter hoor. Je mag ertussen als je dat wil. Ja, gaat helemaal goed. Mijn taak is eigenlijk zorgen dat het vlot en veilig gebeurt in de sluis. En een beetje vriendelijk. Gaat goed, schipper? En soms gaat de bloeddruk wat omhoog en mensen worden dan een beetje boos en zo. En ja, nou, dan probeer ik ze wat gerust te stellen. Graag onderlangs, onderlangs. Anders trekken we de reling eens krom. Okay. Wat zei u de eerste keer? Ja, ja. Spannend. Nou, ik vind, we vinden niet zo snel iets spannend hoor. Je hebt geen kind? Ja. Met drie kinderen aan boord is het toch wel een beetje spannend, ja. Maar goed, ja. Als je het niet een keer oefent, dan weet je het ook nooit natuurlijk. Gooi maar. Dank je. Ja, ik heb hem. Zie jij ook nu met de crisis dat er veel meer bootjes zijn dan normaal? Ja, ja, er zijn meer bootjes dan normaal, ja. Mensen kopen bootjes of een hond, geloof ik. Of alle twee, dat weet ik niet. Nou, ik vind wel dat het zo drukker is op het water, ja. Nou, je kunt zien dat het in de week wel druk is, ja. Maar je mist wel heel sterk de buitenlandse boord. We gaan nu naar huis. We staan nu eigenlijk op de terugweg. We waren in Sneek. We hebben dus eigenlijk vanuit Alsmeer naar Friesland gevaren. Ja, ik hou hem nu tegen. Zodat hij niet alle kanten op kan gaan. Fijne dag, hè? Ik vind hem helemaal goed. Ja, de Telegraaf van zaterdag moet er net tussen kunnen. Dankjewel. Je kan zien dat het drukker wordt nu, hè? Alles meenemen, hoor. Alles meenemen. Ja, let er niet op. Let er misschien meer op de lichten van we mogen varen. Is er ruimte voldoende? En dan vergeet degene die het achter vastgemaakt heeft om me daar ook los te maken. Dat ging niet helemaal goed. Tootje vergeten. Oei, dat gaat niet helemaal goed daar. Hij komt niet van de kant. Nee. Nee, dat had beter gekund. Ik denk dat hij hem wel even geschampt heeft, ja. Dat denk ik wel. Meer slechte schippers. Ja, die had je al. Die huurbootjes. Dus maar ja, we moeten niet iedereen over één kam mee scheren. Gisteren had ik er ook eentje, ik kom gewoon van rechts een voorrang. En hij duwt hem zo voor. Ik vind hem ver genoeg zo. Heel mooi. Zegt u dat nou? Zo kan het. Naar voren? Ja, dan gaat hij misschien tot de andere kant op. Wat u wil. Oh ja. Soms zegt hij donderstraf. Oké. Okay. Hij laat me eerst 1,5 meter doorvaren en daarna legt hij het touwtje op die bolder. Dan kom ik weer achteruit als er zometeen water of wat dan ook uit die sluis gaat. Dus ik lig het liefst naar voren en schuin vast en achteren vast. Ja? Ja, maar het is wel prettig om steward aan de kant die een beetje helpt. Ik vind het prettig, maar kan het alleen ook. Je wordt precies goed erin geloodst. Prima toch? Ja, uw man plaatst nog wel een kritische noot. Ja, dat doet hij altijd, maar dat mag ook. Hè. Hij is de kapitein, maar dan ben ik daar weer om dat weer een beetje... Nou, het is wel waar. Je moet het touwtje naar voren leggen. Anders gaat die boot alle kanten op natuurlijk. De schipper mag bepalen. Het is zijn schip. Ik geef alleen aanwijzingen. Hij zegt hij heeft te veel speling dan anders. Ja, dat kan. Dat kan. Nee, daar ga ik geen discussie over. De schipper mag bepalen. Het is zijn schip. Ik geef alleen aanwijzingen. Favoriet artiest? Zit u artiest? Ja, Roger Whittaker. Zit daar. Geef rust. Lekker rustige muziek. Ik had 1 keer 5 polders dames en door. En die er hier in de sluis op Macarena met een volle sluis. En de hele sluis zit mee. Nou, rustig aan. En je moet plezier in het leven hebben. Want als je zagarijder bent, schiet het niet op. Now I recognize the